Onder andere door de hoge grondprijzen is het in ons land ingewikkeld om op een natuurinclusieve wijze te boeren. Daarvoor is het Lentelandconcept opgezet door Wouter Veer. Een transitie-investeerder die geld verdiende in de oude economie en dat nu steekt in de overgang naar de betekeniseconomie, die we als wereld nodig hebben om te overleven. Lentelandboerderijen zijn 5 tot 25 hectare groot en staan op plekken bij woonkernen, waar ze een verbinding mee aangaan, want de gemeenschap is van groot belang voor het welslagen. Boeren worden daar ook op geselecteerd. Ik ging op bezoek bij de eerste Nederlandse lentelandboerderij, Erve Kiekebos in Empe. Strikt genomen niet meer in de Achterhoek, maar op een steenworp van Zutphen, net even over de IJssel. Ik mocht er mijn tentje opzetten en sprak boeren Niels Moshagen en Jaap Fris. Doordat ze zich aanvankelijk gingen verdiepen in bodemverbetering, ze nu ineens, want dat waren ze niet, boer zijn geworden. Ze vertellen hoe dat ging. En eerst hebben we nog heel hard zitten denken, oh leuk, we gaan projectjes doen die met voedsel te maken hebben en mensen toegang tot gezond voedsel geven. Maar uiteindelijk kom je toch, hoe je het op een keer bij die bodem uit, de rol van de bodem in dat alles. En kom je er ook achter dat we wel wat weten over die bodem, maar echt maar een fractie van wat we eigenlijk zouden moeten weten. Ja, en dan ga je erin verdiepen. Ja, dus als je dus meer wil weten over die bodem, dan kan het niet anders dan dat je dus met die bodem bezig gaat. En dan moet je dus boer worden. 1. Te leren van de fouten, maar ook van successen. En 2. Vanuit de praktijk de taal te gaan spreken. Om met andere experts of andere mensen die daarmee bezig zijn, ook het gesprek aan te kunnen gaan. Ja, dan sta je ineens 3 jaar later als boer op een boerderij. Om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Maar dat is eigenlijk de reden. En daarnaast ook wel, omdat we zijn natuurlijk allebei best wel betrokken bij wat er allemaal, bij de problematieken in de wereld. We hebben een ondernemerschool voor statushouders opgericht, omdat we zagen dat vluchtelingen soms niet in een baan passen, maar ondernemer willen worden. Tot aan oprolbare zonnepanelen voor over kunstgasvelden. Dus mensen en energie bijvoorbeeld. We hebben een hele sterke drang om voor onze kinderen ook een plek te creëren waar ze op een fijne, prettige manier oud konden worden. Dus eigenlijk die 2 dingen samen, die zorgden ervoor dat we het ook echt samen wilden doen. En samen zijn blijven doen. En dat we hier dus nu met 2 gezinnen geland zijn. Een van de dingen die wij in onze zoektocht naar een boerderij waar we mee in aanraking kwamen, was met de Marius Matthijssen en eigendom van grond. Eigentijdse eigendom van grond noemt ze dat. En dat gaat heel erg over, ja, je kunt niet als individu, het is eigenlijk niet goed dat je dan eigenaar bent van die wereld, want die is van iedereen. Dus dat gaat ook over een stukje grond. En Lenteland staat eigenlijk op datzelfde spoor. Dus wat er nu gebeurt is, Lenteland heeft deze boerderij gefinancierd. Dus lenen wij geld van Lenteland om dit te kunnen kopen. En maar het idee is dat we dat gaan dragen met de hele gemeenschap. Gemeenschapsboerderij. En die worden ook echt eigenaar van de grond. Dus dan, daarmee is de grond van iedereen en van niemand. En een heel klein beetje van ons, omdat wij dan hier nu boer zijn. Wat krijgen ze daarvoor terug? Je krijgt certificaten van de corporatie. Het grootste deel van dat certificaat, de waarde daarvan, zit gewoon in de grond. Dus daarmee maak je dit gewoon mogelijk. En een deel zit in exploitatie, dus daar krijg je gewoon rendement op. We hebben vandaag de hele dag aan de begroting gezeten, dus op het moment dat wij positieve cijfers kunnen laten zien, dan krijg je daar ook rendement op. En krijgen ze ook groenten? Of is dat niet het idee? Het is dat, geen groentenabonnement. Bijvoorbeeld bij de herenboeren ziet, of bij andere tuinen, dan krijg je... Ja. Bij de herenboeren is het natuurlijk nog steeds zo dat je hebt een investeringsdeel. En daarnaast moet je nog steeds jaarlijks of per seizoen je groenten kopen. Dat kan hier dus ook nog steeds. Dus je kan een certificaat kopen en je kan ook klant zijn van de tuin. Maar het is niet zo dat als je mede-eigenaar bent dat je hier kunt komen oogsten wat je wil. Dat is echt een andere relatie. Het wordt een plek waar eigenlijk initiatief mogelijk is voor iedereen die iets met natuur, voedsel, bodem kan en wil. En dat is naar ons idee ook de toekomst voor dit soort boerderijen. Aan de ene kant wil je de gemeenschap binden,
aan grond en aan voedsel. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer initiatiefnemers die niet zozeer aan voedselproductie doen, maar wel educatie over voedsel geven. En dat is net zo hard nodig in die transitie. Nou, als we dat soort ondernemers, bedrijven, stichtingen en verenigingen hier een plek kunnen bieden, en dan wordt het ook aantrekkelijk voor misschien nog wel een mensen die wat verder weg wonen, maar die bijvoorbeeld wel een workshop of een educatieprogramma kunnen volgen. We worden niet een kenniscentrum met daarnaast wat agrarische activiteiten. Nee, de agrarische activiteit is de hoofdinkomstenbron straks. Dus wij blijven wel boer. Dat is eigenlijk de eerste vraag die gesteld wordt. Dus als wij iets vertellen over hoe we de tuin hebben ingericht of hoe we daar straks met de bodem omgaan, daar komt niet zo snel een vraag op, maar wel hoe ga je daar geld mee verdienen? En ik snap die vraag, omdat het duurt nog wel even voordat we hier dat systeem hebben draaien. En voordat zeg maar, er een soort dynamisch evenwicht ontstaat boven en onder de grond. Hoe gaan we dat dan tot die tijd doen? En daarin ben ik heel dankbaar voor een stichting als Lenteland, ook zien dat dit nodig is om een soort setje in die transitie te geven. Dus ik denk niet dat elke boerderij in de toekomst er zo uitziet. Maar er zijn zeker elementen die voor iedere boerderij toepasbaar zijn. En een van die elementen is toch de verbinding met de gemeenschap. Of dat nou is in de korte keten omdat je direct een product levert. Of dat er gewoon mensen zijn die het interessant vinden om een boer te steunen financieel om natuurintensieve methoden toe te passen. Je moet het niet doen omdat je nou heel veel geld gaat verdienen nog. Dus wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk een klein rendement of een rendement kunnen uitbetalen op het exploitatiedeel. Het grootste gedeelte zit gewoon in de grond. Daar zorgen wij voor. Maar daar wordt niet op gespeculeerd. Daarmee maak je het vooral mogelijk dat dit soort plekken kunnen bestaan. Maar als iemand Lenteland boer wil worden, wat moet je dan doen of kunnen of willen? Ja, dat is een goede vraag. Toen wij reageerden, toen was het met name van, dus we zijn natuurlijk ondernemers. Die manier van denken, dat helpt ons heel erg in dit gebeuren, deze reis. Maar we zijn geen agrariërs. Dus, maar je zoekt een beetje van allebei. Wij hebben nu gezegd van, nou ja, we zorgen dat er mensen om ons heen zijn die ons kunnen helpen. Bijvoorbeeld, je bent er vandaag gesproken. We organiseren veel bijeenkomsten, dat kennis ook hierheen komt en mensen mee kunnen denken. En dat is hoe wij dat doen. Maar het moet wel een gedegen plan zijn. En daarvoor moet je, denk ik, heel goed snappen hoe ecosystemen werken. Maar je moet misschien nog wel iets beter snappen hoe die modellen, die verschillende activiteiten, op elkaar inhaken. En zeg maar, ik zie het zo, dus je hebt een ecologische knop en een sociale knop. En daartussen, er zit een soort oneindige acht van economie. En niet de economie zoals we dat zien als met groei, groei, groei. En die is heel belangrijk. We zijn gewoon onderdeel van die gemeenschap. Ja. En wij krijgen, dus bij de gratie van die gemeenschap, dat wij hier boer mogen zijn. Zo zie ik dat. Als wij het goed doen, dan mogen we hier boer blijven. Maar als wij hier een puinzooi van maken, dan zijn er straks heel veel eigenaren die zeggen, ja jongens, maar jullie maken een puinzooi van. Ga maar wat anders doen. Dat kan. Dus ik zie het ook niet meer. Wij zijn niet de eigenaar, of Lenteland is niet de eigenaar. Het is echt de gemeenschap die straks de eigenaar is van het bedrijf. En we regelen het natuurlijk wel. Je kunt niet met 500 kapiteinen op één schip zitten. Dus we moeten dat wel regelen dat je hier gewoon op een normale manier de besluiten kan nemen. Maar in principe zijn we met elkaar verantwoordelijk ook voor de kwaliteit en dit stukje land.